In de 17e en 18e eeuw was de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie de grootste en machtigste handelsonderneming ter wereld. Ze bracht Nederland in deze periode welvaart en aanzien. In de geschiedenis van de VOC speelt ook het eiland Texel een rol. De VOC-schepen vertrokken in verband met de diepgang vrijwel leeg vanuit hun thuishavens Amsterdam, Enkhuizen of Hoorn. Op de reede van Texel wachten de schepen op een gunstige wind om uit te varen. Intussen werd vanuit Texel water en proviant ingeslagen, werden bemanningen aangemonsterd en gingen officieren in Oudeschild voor de laatste maal ter kerke. Op Texel woonachtige loodsen, die bekend waren met de geulen en ondiepten van het wad, begeleiden de schepen door het Marsdiep naar de Noordzee. Ook op de terugreis deden de schepen de reede van Texel aan. Hier was het dus, de reede van Texel. De reede van Texel was een bevaarbare geul in de Waddenzee bij Texel en was onderverdeeld in de koopvaardersreede tussen Nieuwe en Oudeschild, de Moscovische reede tussen Oudeschild en Fort de Schans en de reede van de Mok nabij Den Hoorn. De voormalige Zuiderzee en de Waddenzee vormde een dynamisch gebied dat door sterke getijdenstromen voortdurend aan veranderingen onderhevig was. De reede van de Mok bijvoorbeeld ontstond in enkele jaren, maar verzandde daarop ook weer snel. Op de reede lagen vaak tientallen koopvaarders en oorlogsschepen dicht bij elkaar voor anker. Daartussendoor scharrelden bevoorradingsfletten, visserscheepjes, admiraliteitsjachten, parlevinkers en loodsbootjes, wat steeds een machtig schouwspel opleverde. De bedrijvigheid op zee bracht ook bedrijvigheid aan de wal. De VOC-tijd was voor Texel en de Texelaars een periode van economische bloei. De smaak van dit water herinner ik me nog goed. Op de VOC-schepen was voor de maandenlange zeereizen een grote voorraad drink- en spoelwater nodig. Dit water werd vanuit putten op Texel ingenomen. Kwaliteit is goed deze keer. Een gemiddelde Oost-Indië-vaarder telde een bemanning van ongeveer 250 koppen en sloeg een voorraad van zo'n 100.000 liter water in. Niet eerder dan bij Kaap de Goede Hoop zou opnieuw vers water ingenomen kunnen worden. Het water uit de Wezenputten nabij Oudeschild had een hoog gehalte aan ijzer en was daardoor goed houdbaar. De putten werden beheerd door het bestuur van het Burgerweeshuis in Den Burg. Een gedeelte van de opbrengst was voor de Texelse weeskinderen bestemd. Hierdoor kregen de putten hun naam, Wezenputten. De belangrijke waterhandel diende zo vlot mogelijk te verlopen. Het water werd in een goot gepompt die het naar de vaten voerde die in pramen stonden. Met deze pramen
werden de vaten via de Skilsloot naar de dijk bij Oudeschild gevaren. Daar werden ze over de dijk getakeld en verder met fletten naar de schepen op de Reede vervoerd. Bij de overslagplaats aan de dijk kwamen vaak passagierende zeelieden, handelaars en avonturiers en zelfs vrouwen van lichte zeden samen op straat of in de herbergen. De buurt waar de Skilsloot het dorp binnenkomt, werd destijds, en nog steeds, de Jeneverbuurt genoemd. Menig zeeman heeft hier zijn zuur verdiende gage verbrast. De haven van Oudeschild werd aangelegd in 1784 op aandringen van de loodsen, wier boten veel averij opliepen wanneer ze aangemeerd lagen aan de oude zeedijk. De op de Reede liggende schepen werden bevoorraad vanuit Terschild, zoals Oudeschild aanvankelijk genoemd werd. Door deze bedrijvigheid trok het dorp veel mensen aan, ook van buiten Texel, en werd er steeds meer gebouwd, evenwijdig aan de zeedijk. In Oudeschild vestigden zich daarnaast in de loop der tijd allerlei handelaren en handwerkslieden. Voor Waddenzeevissers werd het beloodsen van schepen een belangrijke bron van inkomsten en velen van hen lieten huizen bouwen in het nieuwe dorp. Straatnamen als de Ruiterstraat, Loodsingel en het al eerder genoemde Jeneverbuurtje herinneren nog aan de periode waarin Oudeschild zo'n belangrijke plaats had in de maritieme geschiedenis van Nederland. Ook in het zuidelijker gelegen dorp Den Hoorn hadden zich vele loodsen gevestigd. In 1781 woonden in Oudeschild 122 loodsen, tegenover in Den Hoorn 99. Het dorp lag destijds dicht aan zee. Vanaf het nabijgelegen Hoge Loodsmansduin had men een goed uitzicht op de Reede van Texel en op het Spanjaardsgat, de vaarroute naar de Noordzee. Aanvankelijk bracht de VOC-tijd welvaart, ook in Den Hoorn. Daarna verarmde het dorp weer en eigenaren sloopten hun woningen rond de kerk omdat ze de belastingen ervoor niet meer konden opbrengen. Daarom staat het kerkje nu alleen, buiten het huidige dorp. De toren is overigens nog steeds een baken voor de scheepvaart en daarom ook 's nachts verlicht. In het natuurgebied Het Pompenvlak, vlakbij Den Hoorn, was een put met helder en zoet duinwater. Ook van dit drinkwater werden grote hoeveelheden verkocht aan VOC-schepen die op de Reede van de Mok lagen. De reizen waren lang en gevaarlijk. Hier baden we voor een behouden vaart. Het zeemanskerkje van Oudeschild werd gebouwd in 1648, toen het dorp groeide en belangrijker werd. In 1650 werd een vaste predikant aangesteld, wat erop duidt dat er een hechte, godsdienstige gemeente was. Men bad ongetwijfeld veel voor een behouden reis en thuiskomst, want de VOC-reizen waren lang en vol gevaren. Slechts 1 op de 3 zeelieden keerde terug van een reis. De admiralen Tromp en de Ruiter gingen hier regelmatig ter kerke. Ze schonken deze fraaie kroonluchters. Dit 10 gebodenbord is een gift van een Zaanse schipper.
Het was lange tijd gewoonte om gestorven gelovigen binnen het kerkgebouw te begraven. Door Forte Schans was het veilig op de Reede. Nabij Oudeschild liggen nog de restanten van een fort genaamd De Schans. Het fort werd in de 20e eeuw deels afgegraven en het zand werd gebruikt om de zeedijk te versterken. Willem van Oranje liet het fort bouwen in 1574 om vijandelijke schepen te beletten het Marsdiep in te varen. In de VOC-tijd werd het ook wel gebruikt als gevangenis en er werden processen gevoerd, bijvoorbeeld in geval van muiterij op de schepen. Ook zijn hier wel executies voltrokken. In de Franse tijd werd het fort uitgebreid en versterkt, aan beide zijden met kleinere forten die voor extra steun konden zorgen. Maar later raakte het in verval. Stenen van het fort werden zelfs gebruikt voor huizenbouw in Oudeschild. Tegenwoordig is de schans eigendom van Natuurmonumenten en wordt het in fasen gerestaureerd. Bij afgravingen komt stukje bij beetje de geschiedenis van het fort aan het licht, met hierbij veel wat herinnert aan de roemruchte VOC-periode. Aha! In deze herberg zochten we ons vertier. In de vele herbergen in Oudeschild konden de in het dorp verblijvende scheepsbemanningen, handelslieden, ambtenaren en officieren van de VOC een onderkomen, een maaltijd en gezelligheid vinden. Het huidige café-restaurant De Zeven Provinciën is gebouwd op de plek van de favoriete herberg van de admiralen Tromp en De Ruyter. Het is genoemd naar het admiraalschip van De Ruyter. Herberg De Zeven Provinciën was eind 18e eeuw in het bezit van de familie Braak, die op Brakenstein woonde, het huis bij de Wezenputten. Later werd het bewoond door Leendert den Berger. In Den Burg is in het voormalige schoutshuis een prachtig versierd houten kamerschot te zien dat waarschijnlijk stamt uit de periode dat Leendert den Berger in Brakenstein woonde. Den Berger, die de haven van Oudeschild ontwierp en bouwde, maakte van Brakenstein een prachtig 18e eeuws buitenhuis. In Oudeschild, achter de haven, is tegenwoordig het Maritiem en Juttersmuseum gevestigd. In het museum wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van Texel met betrekking tot de scheepvaart.
In wisselende exposities worden de voorwerpen en vondsten uit het verleden tentoongesteld. Ook is hier de geldkist te zien waarin de opbrengst van de waterverkoop van de Wezenputten bewaard werd. Veel van Texels VOC-verleden zal wel altijd onbekend blijven, maar soms komen toch onverwachte schatten tevoorschijn. Geleidelijk komen we steeds meer te weten over het leven in de VOC-tijd. De achterblijvende gezinsleden van VOC-schepelingen hadden het niet gemakkelijk. In een Engels archief is een droevige brief gevonden die een Texelse vrouw, Aagje Luitsen, schreef aan haar man die eerste stuurman was op een VOC-schip. Waarde lieve man, vinde bij deze mij wederverplicht te melden, maar mijn lust daaromtrent is niet veel. Want mijn hart is overstelpt van droefheid. Want lief, op den 18 november is mijn lieve jongste zoontje Klaas Kikkert uit het land. Hij is aan de kinderpokkers gestorven, was van zijn hoofd tot zijn voetjes toe vol. Maar lief, als u ze eens onder uw hart had gedragen. Veel tastbare herinneringen aan de VOC-tijd op Texel zijn verdwenen. Maar op de bodem van de Reede liggen nog tientallen wrakken van schepen die destijds op de soms zeer woelige Reede vergaan zijn. Bij zware stormen konden dicht bij elkaar liggende schepen tegen elkaar botsen en vele zijn daardoor gezonken. Roel, heb jij al wat constructie gevonden over? Ja, dat is begrepen. We sturen Leon zo weer met wat lijn naar beneden, over. Eens vergingen in zo'n zware stormnacht 44 schepen. Al eeuwenlang rusten de restanten onaangeroerd op de bodem van de Waddenzee en wachten op ontdekking. Door de wrakken nu te onderzoeken en door allerlei aangetroffen objecten naar boven te brengen, kunnen we veel te weten komen over de schepen, de lading en de leefomstandigheden aan boord. Elk voorwerp dat uit de modder op de zeebodem tevoorschijn wordt gehaald, heeft zijn eigen fascinerende verhaal. Bijzondere vondsten zorgen altijd voor opwinding bij de onderzoekers. De voorwerpen worden zorgvuldig schoongemaakt en, wanneer dat mogelijk is, gerestaureerd. Zo krijgen ze hun kleur en vorm terug en komt de geschiedenis tot leven. En uiteindelijk worden de meest tot de verbeelding sprekende objecten tentoongesteld. Bij het publiek neemt de belangstelling voor het glorieuze zeevaart- en handelsverleden nog steeds toe. De VOC-tijd op Texel staat me weer helder voor de geest. De VOC-periode bracht bedrijvigheid en welvaart op Texel en voor de Texelaars. Oudeschild was mede door de waterhandel de spil van activiteiten op de Reede van Texel. Op Texel zijn nog vele plekjes die herinneren aan de VOC-tijd. Nu en dan komen nog verrassende aspecten ervan aan het licht.